moskee in onze buurt. Geen 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 moskee in onze buurt. Ons volk, onze manier van leven, onze cultuur wordt systematisch vervangen door een andere cultuur, zijn de islam. En het is die omvolking die uiteindelijk de modus operandi is van de multicultuur en de islam goed uitkomt, die wij moeten bestrijden. Want onze Europese cultuur wordt vervangen door de islam. Gelijkheid tussen man en vrouw. De democratie die plaats moet maken voor de steeds meer intolerante islamitische praktijken. De vrijheid van tussen man en vrouw die plaats moet maken voor de discriminatie en de ondergeschiktheid van de vrouw. Het feit dat dierenrechten plaats moeten maken voor religieuze wanpraktijken zoals het ritueel slachten van dieren. Het feit dat de vrije meningsuiting uiteindelijk aan banden gelegd wordt, omdat wij zogezegd de profeet zouden beledigen in een cartoon of in een of ander geschrift. Het feit, beste vrienden, dat wij systematisch, keer op keer, stap na stap, achteruit moeten op de islam, de zogenaamde diversiteit en de multicultuur, de zogenaamde verdraagzaamheid en het antiracisme terwille te zijn. Beste vrienden, wie meer democratie wil, wie meer vrouwenrechten wil, wie meer dierenrechten wil, wie meer vrijheid van meningsuiting wil, die kan alleen maar kiezen voor minder islam. En dat betekent, wie meer Vlaanderen en meer Europa wil, moet kiezen voor minder islam. En als het van ons afhangt, voor helemaal geen islam in Vlaanderen. En beste vrienden, laat mij tot slot afsluiten met een citaat van een van de laatste grote presidenten van de Verenigde Staten, Ronald Reagan, die in 1977 zijn visie gaf op de afloop van de Koude Oorlog. En je zult zien, hij had gelijk. Hij zei, mijn visie is simpel. Wij winnen en zij verliezen. En hij heeft gelijk gehad. Het communisme is verslagen. En ik ben ervan overtuigd dat de wil die de onze is, met de overlevingskracht die wij uitstralen als cultuur en beschaving, dat hebben we vele eeuwen bewezen en gedaan. Net zoals het geval is geweest in 732 in Poitiers, toen Karel Martel de islam heeft teruggedrongen, die 300, 400 jaar vanuit Spanje oprukte richting onze contraire. Net zoals in 1683 prins Eugen van Savoie in Wenen de moslims heeft verslagen, gaan we dat opnieuw doen. Want wij zullen en moeten winnen en zij moeten en zullen verliezen. Beste vrienden, indien wij ons niet zogenaamd radicaal opstellen, indien wij niet principieel en beginselvast zijn, dan kan ik u verzekeren dat indien wij niet afrekenen met de islam zal afrekenen met ons. En daarom moeten wij een tegenoffensief organiseren. En dat tegenoffensief kan niets meer of minder zijn dan de de-islamisering van Europa. Stoppen dus met de immigratie. Mensen die afwijzen van de multicultuur en de zogenaamde superdiversiteit. Terugdringen van de islam. Ontmantelen van de moskeeën. Europa teruggeven aan de Europeanen. Vlaanderen teruggeven aan de Vlamingen. Mol aan de Molenaars. En meer dan ooit, eerst onze mensen en eigen volk.